kort. Erik, goedemorgen. Dag Ton, ja. We zijn er weer. We kennen elkaar al een hele tijd, maar ik zie je vandaag rondlopen met een blauwe kastje. En dan moet jij me eens vertellen wat er in dat kastje zit. Nou, inderdaad, ik heb een blauw doosje bij me van een firma die ICD's maakt. En een ICD, dat is eigenlijk een kastje wat mensen die een hartstilstand hebben gehad... Kun je dit eens laten zien? Ik kan het laten zien, natuurlijk, ja. Hij is 3 weken geleden bij mij vervangen... En dan dit kastje, dat heeft de 7,5 jaar bij mij in de borst geïmplanteerd gezeten. En dat heeft 7,5 jaar mij door mijn leven gered. Mij die extra jaren al gegeven. Ik heb nu gelukkig weer een nieuwe, dus ik hoop nog zeker 8 jaar met zo'n kastje te kunnen lopen. Dus jij bent 7,5 jaar geleden ben jij dus gereanimeerd. En sindsdien hebben ze jou zo'n inwendige defibrillator geïmplanteerd. En die is daar 7 jaar dus blijven zitten. Ja. En dat is dus hetzelfde eigenlijk als zo'n grote AED-kast. Maar dat is op micro-elektronica niveau is dat geïmplanteerd. En nu heb je inmiddels het tweede apparaat. Ja, dat klopt. Deze die zit eigenlijk continu met 2 draadjes in mijn hart vast en... Houd gewoon 24 uur per dag mijn hart in de gaten. En hoe is dat gegaan 7,5 jaar geleden, Erik? Toen jij die hartstilstand kreeg? Nou ja, ik was destijds op het voetbalveld. En ik weet nog dat ik een heel raar gevoel in mijn benen kreeg. En in mijn hoofd. En toen dacht ik van, ik ben op een voetbalveld. Ik moet zorgen dat mensen dit in de gaten hebben. En ik heb als grensrechter mijn vlag weggegooid. En ben vervolgens op mijn linkerknie gaan zitten. En toen hoorde ik een klik in mijn hoofd. En toen werd alles donker. En toen heb je dus een hartstilstand gehad. En wie heeft jou toen gereanimeerd? Ik ben gereanimeerd door mijn collega grensrechter. Die is 18 minuten aan 1 stuk met mij bezig geweest. Er was geen AED op het sportpark aanwezig. Na 18 minuten arriveerde de ambulance en die hebben het overgenomen. Ik ben vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, gekatheteriseerd, maar mijn kransslagaders die waren brandschoon. En vervolgens heb ik 24 uur onderkoeld gelegen en ben bijna 3 dagen later wakker geworden. Ja, en zoals je ziet heb je dat heel erg goed overleefd. En zo kun je zien dat als je langdurig goede reanimatie doet... Het heeft 18 minuten geduurd voordat de ambulance er was... maar toch kun je met hele goede reanimatie... kun je dus een hartstilstand heel erg goed overleven. Ja, en door het feit dat men in staat is die ICD's te implanteren... kun je nog iemand die succesvol gereanimeerd is... ook jarenlang een enorme plezier in het leven geven... want het kastje dat doet hetgene wat het moet doen. Het geeft op het moment dat er zich een ritmestoornis voordoet, redt het gewoon rechtstreeks je leven. Je krijgt een schok rechtstreeks in je hart en je staat op en kunt verder met je leven. Dat is fantastische techniek. En het geeft ook aan, het gebeurde in een sportpark. Er was toen geen AED, dat is inmiddels alweer bijna 8 jaar geleden. Inmiddels zijn heel veel sportparken en stadions... die zijn inmiddels uitgerust met een AED. En jouw voorbeeld laat dus eigenlijk zien hoe belangrijk het is... dat die defibrillatoren dus in de gemeenschappen ook een activiteit... of in een omgeving waar sportactiviteiten worden gedaan... dat die daar geplaatst worden. Ja, maar ja... Naast inderdaad dat de AED's op veel meer plaatsen dan destijds voorhanden zijn, is toch het allerbelangrijkste is, als je iemand ziet die een wegraking heeft, dat je toch actie onderneemt en in ieder geval begint met die basale reanimatie. En dat is waar de kinderen hier nu volop mee bezig zijn. Ja, absoluut. Dus daarvoor is de reanimatie-estafette heel erg belangrijk. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel Ton en... We spreken elkaar nog wel.